kleine poesebeetje die heel veel aandacht vroeg. Die me steeds bij me kwam en steeds maar mij wakker hield. Ja. Word je ook niet vrolijk van. Maar ja, beestje is niet wijzig. Nee. Zijn van die dingen die Sky hier nog had gebracht, dat hij hier nog mocht slapen. Van deze zakjes. Ik weet niet of jullie dat zo zien. Zo, lieve vrienden, ja, daar zijn we weer. En ondanks dat het al 7:04 is, ja, ik ben wat laat. Ik ken nog ook niks te doen. Ik moest eventjes nog een was ophangen. En dat wou allemaal niet zoals ik dat wou. En dan viel het weer uit mijn handen. En dan viel er weer een knijper die ik in mijn handen had, ja. Ik weet het ook niet. Het ging allemaal mis, bleek op de 13e. Ja. Maar oké, maakt niet uit. Ik heb nou een bak koffie voor me staan en ik ga zo meteen de meisjes weer even uitlaten. Maar ik wens jullie wel welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de beestenboel, ja. En het wou gewoon niet vlotten allemaal, nee. Dat heet wanneer je niet lekker in je velletje zit. En, ik heb ook niet kunnen slapen vannacht. Ik viel pas heel vroeg in de ochtend. Het was al 8:00 geweest dat ik pas in slaap viel. Ik lag wel op bed hoor. Ja, maar slapen? Ho maar. En dan een poesebeetje die heel veel aandacht vroeg. En die me steeds bij me kwam. En steeds maar mij wakker hield. Ja, word je ook niet vrolijk van. Maar ja. Beestje is niet wijzig. Nee, helaas niet. En dan kun je wel zeggen, waarom hou je hem dan niet beneden? Ja, maar dan moet de deur open laten. En er, want anders kan hij niet bij de kattenbak. Ja. En mijn deur, die kan niet dicht, omdat ik daar een ding op heb hangen over de deur heen. Waar je kleding aan kan hangen. Weet je wat, ik heb bij Action of wat dan ook, kun je die kopen. Ah, en dan kan hij niet dicht. Nee, dan blijft hij open op een kier. Ja, en mijn meisjes, ja, die zijn wel lief en rustig. Die geven, die geleggen en die snurken gelijk al. Ja. Maar Kandalf daarentegen, ja, die, de ene keer blijft hij wel rustig leggen en dan gaat hij slapen. En de andere keer heeft hij aandacht nodig. Ja, en dat was afgelopen nacht dus zo het geval. Ik zelf vond dat niet fijn. Nee. Echt niet. Maar het is in ieder geval vandaag wel te verstaan. Ik had al gezegd, het is 4:00 geweest. Het is nu inmiddels alweer 4:50. Het is vandaag dinsdag de 28e van de 11e. 2023. Ja. En het is 5 graden. We hebben geen gevoelstemperaturen, dus het blijft gewoon 5 graden. Het is niet kouder qua gevoel. Ja, het zonnetje die schijnt wat en het is bewolkt, ja, het is gewoon koud weer, ja. Dus, maar ja, dat maakt allemaal niet uit, wij gaan straks gewoon naar de koffie, lekker even de hort op, even met die wijntjes lopen. Zie ik wat, dan film ik dat, zie ik niks, dan heb ik pech en ik moet eigenlijk nog boodschappen doen. Ja, ken je dat? Nou ja, dat zien we wel. Ik moet me in ieder geval goed aankleden, dat weet ik wel. Want het is bagger koud. Ja, echt. Ik ben blij dat het niet zo hard meer waait. Ja, het is, ja, het waait nog wel, maar niet zo hard dan het gisteravond vannacht dat heeft gedaan. Want dat was echt niet te houden. Maar ja, maakt allemaal niet uit. Ik zit trouwens nog op Mirjam Eleveld te wachten totdat die weer met vragen komt
Of jullie, hè. Jullie mogen ook met vragen komen die ik dan moet beantwoorden als ik tenminste een antwoord erop weet. Ja. Maar dan komt het allemaal wel goed. Ja, en ook had Mirjam gevraagd of Sky mij vragen kon stellen. Maar Sky die komt niet meer bij mij en dat wil ik ook niet meer. Want ik ben misschien van alles en nog wat en ik ben een heks. Maar ik ben geen achtelijke Mongool zoals hij mij heeft uitgemaakt. En ja, hij is bezig geweest, zoals het niet behoort, daarom heb ik hem dus de deur gewezen. En ik sta in mijn recht en mijn begeleider, die was erbij, die was getuige. Nou, zoals het hij tekeer ging tegen mij, dat hou je niet voor mogelijk, dat behoor je niet te doen. Ook al ben je nog zo boos op iemand, je gaat niet op zo'n manier tekeer. Leer eerst je normen en waarden en respect voor een ander te hebben. En die hebt hij ook al niet. Hij zegt dan wel van wel, ja, qua roken en alles, dat deed hij buiten, toppie, geweldig. Maar qua woordkeuze, nou, dan mag hij zijn mond wel gaan spoelen met een mixje, hè, een mixje. Er zijn soda en bleekwater. Want ja, je doet het niet. Je gaat natuurlijk dat niet doen. Maar in mijn gedachten, ja, dat mag hij van mij wel doen. Want dit is, nee. Dat behoor je niet te doen tegen een ouder iemand. Jongen nog aan toe. Waar zit je verstand? Niet op een plek waar het behoort te zitten. En dan mij de schuld geven dat ik de deur open heb gelaten. Zit er een gaatje in je celletjes daar ergens, weet ik van waar. Kennelijk wel. Ik vind het zo bizar en ik weet het. Dat jij mij volgt. Dat je even goed blijft kijken. Van wat heeft dat wijf over mij te zeggen? Ja, nou een heleboel. Dat merk je wel. Maar in ieder geval. Ja, daarom zeg ik al. Ik ben van alles. Ik ben een heks. Maar dat ben ik niet. Kijk eerst even in de spiegel. Als je de wereld verbeteren wil. Kijk in de spiegel en begin vooral bij jezelf. Ja? Mooi. Dat was het. Ik ga mijn koffie opdrinken en dan ga ik mijn meisjes uitlaten. En inderdaad. Ik zou wat doen, maar nee, dat kan nog niet. Ik moet wachten tot Sinterklaas. Eerst moet Sinterklaas geweest zijn voordat ik die kaart daar door de brievenbus doe. Daar lopen nog kinderen rond en ik weet niet of er één of wel in Sinterklaas gelooft, dus dat kan ik nog niet maken. Maar in ieder geval, ik heb nog veel meer kaarten, ik moet boodschappen doen. Daar heb ik geen zin in. Ik denk dat ik het misschien ook nog wel uitstel tot morgen. Ja. Oké, ik heb geen kaas, maar dan maar zonder kaas. Ja, dus geen probleem. Ik kan nog rondkomen, ik kan nog eten en al hoor. Ja, vanavond lekker tuinbonen met rookworst erdoorheen en rijst. Lekker. Ja, dat gaan we doen. Ik denk dat ik het vandaag lekker even oversla. Komt nog niet zozeer. Genoeg in huis. Dus ja, dan hoef je ook niet 1, 2, 3 weg. Dan enkel dat hoog nodig en dat zijn mijn meisjes. Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet gewoon van je ding. En doe het met een lach. Gaan wij hier ook doen. Maar ik moet wel dingen doen op de computer. Want ik moet vlogs in elkaar zien te zetten. Ik moet meerdere kudden in elkaar kunnen zetten. Hè? Zit ik naar te harnissen. Want nu ook, er is er nou al één online gekomen om 14:30, 14:30. Oh ja, is ook zo, ik moet nog wat doen. Ja, is zo. Die openen, ik vergeet dat steeds. Ik moet nog een andere harde schijf aansluiten. Anders kijk ik beginnen. Plug hem erin en... Nee, kan nog niet, want de stekkers zitten niet in. Eerst een stekker erin.
Die zit erin. Ah. Ja. Nou moet die. Die daarin en die aan. Nou, dan hoop ik dat die straks weer tevoorschijn komt, waar die tevoorschijn moet komen. En dan zien we het wel. Ja, echt waar. En dus. Maar ik hoop het wel, dat hij het doet. Die is er wel. Dat komt wel, maar dan moet ook dat balkje komen. En die komt steeds niet tevoorschijn. En dat moet wel, anders kan ik niet beginnen. Echt waar hoor. Daar baal ik van. Maar ja, daar kunnen jullie niks aan doen hoor. Nee. Maar ik ga het proberen om hem weer tevoorschijn te toveren. Dus ik zeg tegen jullie, geniet verder van jullie middag. En drink een bak koffie of een theetje of weet ik veel wat. Ik heb een koffie en dat is ook lekker. En ik zou zeggen, geniet ervan en tot later. Ja, lieve vrienden, ik ben met mijn eten bezig. Ik heb eventjes makkelijke spaghetti, weet ik hoe die pakjes allemaal heten. Zijn van die dingen die Sky hier nog had gebracht, dat hij hier nog mocht slapen. Van deze zakjes, ik weet niet of jullie dat zo zien. Nou ja, slim pasta, spaghetti. Ik had spaghetti gepakt, dus ja. En dat heb ik nou net even omgespoeld. Het staat nog een beetje uit te lekken. Ik ben met mijn koffie bezig. En ik heb daar ook al drinken staan. En ik ga zo meteen eventjes mijn pannetje met groenten opzetten. En dan gaat de spaghetti lekker doorheen. Ja. Dus dat gaan we gewoon eventjes zo meteen doen. Dat heeft gekookt. Zo. Voilà. Oh, niet te. Anders mors ik zo meteen. Ja, dat moet maar niet, hè. Zo. Even op die stoel denken. Zo. Lekker een bakje koffie, ja. En mijn meisjes zijn lief. Ook dat nog eens een keer. Voilà. Die zijn lief, hè. Ja, die zijn heel erg lief. Allebei. Allebei. Allebei lief. Ja, en ik ben best tevreden met mijn kerststal. Zo mooi. Met de lichtjes erbij erin. Is toch mooi. Vind ik van wel. Maar ja, wie ben ik? Kijk, en dat is ook een kaars die heb ik ooit van mijn ouders gekregen. Die is wel gebroken. Hij is stuk. Daarom zit ik nog steeds in het oude cellofaanverpakking of plastic verpakking waar het vroeger in gedaan werd. Ik brand hem ook niet op. Nee. Want waar vind je nog zo'n kaars? Nergens. Nopendendo. Nou ja, en zondag is het eerste advent. Zondag, geloof ik, ja, tuurlijk. Ja, dat is zondag. En dan gaat er één kaarsje aan en dan gaat deze plant hier een stukje weg, ja. Anders vind ik dat die gaat, ja, of ik moet anders doen. Ja, dat, ja, nou, we zien wel hoe ik dat nog hebben moet met die planten. Ja, ze moeten sowieso morgen even water hebben. Ja, dat moet wel gedaan worden. Hé, Elwin? Ja, nou? Ja. Lekker ding. En ik was ook al bezig met een nieuwe vlog, maar dat heb ik even geminimaliseerd. Dat komt wel allemaal wel. Nou ja, mijn huisje wordt toch wel mooi, hè? En daarom, waar de foto van mijn mannetje en mijn zwagertje hangt, en dat bordje, dat gaat er weg. En dat is daar al leeg, daar komen dus nog takken te hangen. Ja, ja, maar ja, die zijn er nog niet. Nee, die zijn er nog niet, maar dat komt wel. Komt helemaal goed. We houden gewoon vol goede moed. Ik ga verder met mijn eten, lieve vrienden.
Tot later. Ja, lieve vrienden, het is de hoogste tijd om weer de boel af te gaan sluiten en naar boven toe te gaan. Naar bedje weer in Lakenstraat en met je kussens lopen, ja. Want hoe laat leven we? 1:34. Dus ja, ik hoop dat ik voor 2 in mijn bedje leg. Hoop ik. 2. Dus ja, ik zou zeggen, welterusten, lieve vrienden. Slaap gewoon allemaal lekker. En heb allemaal mooie dromen. En heus, het gaat ook allemaal goed komen. Dat voel ik gewoon. En geniet van alles met wat jullie doen. En ja, morgen dan, hè. Niet nu, je moet nou naar bed. Of degene die nachtdienst hebben, werk ze. En wees voorzichtig op de weg, als je langs de weg moet. En ja, jullie weten het allemaal. God houdt over ons allemaal de wacht. En ik zeg daarom, graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!